allemaal, mijn naam is Joyce en ik ga vandaag een yogalesje aan jullie geven. Heb je een mat thuis, dan is dat heel erg handig, dan kan je die erbij pakken. Maar je kan het ook gewoon op de grond doen of op een grote handdoek. Maakt allemaal niet uit. Oké, ga je meedoen? Ik ga alvast op mijn mat zitten. Oké, bij yoga zitten we altijd in een speciale houding. Kruis je benen maar, kriskroes en kom zitten, appelmoes. Dus de gekruiste houding. Kijk maar of dat lukt voor jou. En dan zeggen we altijd het woord namaste. En dat betekent eigenlijk, ik ben te gek, jij bent te gek en we zijn allemaal te gek. En we gaan daar als allereerste een liedje over zingen. Wat je mag doen is de handen voor je hart brengen en dan gaan we beginnen. Zing maar mee. Namaste, namaste, doe maar mee. Betekent licht en vrede, betekent licht en vrede voor jou en mij. Namaste. Dan mag je een buiging maken. En die buiging is vooral voor jezelf. En dan vind ik het altijd een beetje lastig om heel erg stil te zitten. Dus ik dacht, we beginnen vandaag om onze wiebels er even uit te halen. En dat doen we door eerst even cirkels te maken. Maar grote cirkels. Met je bovenlichaam door te draaien naar voor en naar achter. En je kan je knieën vastpakken. Oeh, kijk uit dat je niet naar achter valt. En kijk maar hoe groot jouw cirkel kan. Misschien maak je eerst een hele kleine cirkel. En ook de andere kant op. Zo, goed man. En kom weer terug naar het midden. Dan gaan we die laatste wiebels er ook nog even uitwassen met de wasmachine. Wat je doet, is je handen op je schouders brengen en je ellebogen zijn omhoog. En dan ga je heen en weer bewegen. En dat doe je zo. Dus je brengt eerst je ene elleboog naar voren en dan zeg je tsch. En dan tsch. Tsch. Doe maar mee. Was die wiebels. Tsch. Er maar uit. Tsch. 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 Kun je nog wat sneller? Tsch. Stop maar. Zo, dat is er allemaal uit. Nou, dan zijn we nu klaar voor het yoga verhaal. En vandaag gaat hij over Snowy de ijsbeer. Hier bij mij is het nog steeds winter. Bij jou ook, al schijnt de zon wel. Hij schijnt een beetje hier achter mij door de gordijnen. Maar ja, deze ijsbeer, die hoort natuurlijk echt wel in de wintertijd. In de winter thuis. En nu wil ik van jullie weten, welke kleur heeft een ijsbeer? Wit natuurlijk. Maar wist je dat de vacht mooi pluizig wit is, maar de huid van de ijsbeer is hartstikke zwart. Grappig, hè? Misschien wist je dat nog niet. En waar woont onze ijsbeer? Inderdaad, op de Noordpool. Waar het heel erg ijzig en koud is en veel sneeuw. En daardoor beschermt de witte vacht hem natuurlijk goed, zodat je hem niet goed kan zien. Nou, voordat we verder gaan met het verhaal, gaan we onszelf even veranderen in een ijsbeer. En dat doen we door onszelf wit te maken. Begin maar met je voeten tegen elkaar aan te plaatsen. En dan hebben we hier een hele grote verfpot. Vol met welke kleur? Wit natuurlijk. Allemaal witte verf. Nou, die verf die moeten we eerst even roeren. Dus pak maar een grote stok. Waarmee je kan roeren in jouw verfpot. Oeh, dat gaat soms wel een beetje stroef bij mij hoor. Hier nou en daar nog wat klontjes. Zo, even die verf goed losroeren. Andere kant op ook. Zo, nog één flinke draai eraan. Zo. En nu gaan we die witte verf gebruiken om onszelf helemaal wit te maken. Dus pak maar wat verf. Begin dan eerst je tenen eens wit te maken.
En neem nog een beetje verf over je voeten. Helemaal wit. Je benen. Dus het ene been helemaal van onder tot boven. Nog een beetje extra hoor. Wauw, wat worden we al mooi wit. En het andere been ook. Helemaal wit. Zullen we hier ook nog een extra laagje doen? Zo. En dan de voorkant, de buik. Helemaal wit. De armen. Bovenkant. Nog een beetje voor de onderkant. Andere arm. Bovenkant. En de onderkant. En dan maken we ook de vingers. 1 voor 1. Wit. Andere ook. Maar nu de rug. Dat is altijd wat lastiger. Kijk maar of je aan de achterkant kan. Hier bij je schouder. En ook de andere kant. Nu pak je maar met 2 handen en dan wrijf je die onderrug. Kijk maar of je daarbij kan. Misschien ben je samen, kan je elkaar even helpen met de rug helemaal in te smeren met witte verf. Nou, dan nog over ons hoofd heen. Woe, koud die verf. Gezicht. Doe maar zachtjes over je gezicht heen. Dat voelt eigenlijk wel lekker. Koude witte verf. Voelt het bij jou ook lekker? Maar ja, zijn neus is natuurlijk niet wit. Zullen we nog een heel klein beetje zwarte verf maken? Maak maar een kommetje in je hand. En draai maar even met je vinger zo. En maak je neus maar even zwart. Ik voel me helemaal een mooie witte ijsbeer. Jij ook? Super. Nou, dan gaan we nu verder met het verhaal. Want deze ijsbeer, die lag eerst te slapen. Dus kom maar even op je buik te liggen. Maar lekker liggen. Ik denk dat ijsberen wel een beetje snurken. Kan je ook snurken? Zo, en dan wordt die ijsbeer wakker. Als eerste tilt hij even zijn kop op. Kijk eens even voor zich. En even over zijn schouder. En over de andere schouder. Ga maar even. Oh, dat was een lekkere slaap. Komt hij op zijn knieën en op zijn poten. Zo, eerst even staan. En dan laat hij zijn buik zakken en dan tilt hij alsweer even zijn neus op. En dan gaat hij eens even kijken naar zijn navel. Kijk maar of je jezelf helemaal rond kan maken en of je naar je navel kan kijken. Kijken we nog een keer helemaal omhoog. En nog een keer naar onze navel. Zo. En dan komt hij op zijn achterpoten te staan om even zijn staartje in de lucht te zetten. Dus kijk maar of jij je achterpoot in de mat kan brengen. En je billen omhoog. En wiebel dan maar even met je staartje. Je mooie pluizige ijsbeerstaart. En wat ijsberen ook kunnen is met die poten naar voren lopen. Om helemaal te komen staan. Dus maak je maar groot en lang. Rek je helemaal uit. Oh, zo, even staan. Hé, maar wat is dat? Ik zie de zon al. Zwaai maar even naar de zon. Goedemorgen zon. Deze ijsbeer is wakker. En dan komt hij weer helemaal naar beneden. En dan zegt hij even goedemorgen aarde. Klop maar op de vloer. Zeg maar goedemorgen aarde. En dan brengt hij zijn billen, zijn staartje weer omhoog. Weet je wat ik namelijk altijd moet als ik nat wakker ben? Even naar de wc. En ik denk dat de ijsbeer dat ook moet. Dus til je achterpoot maar op. Psss. Goed zo. Zullen we de andere kant ook doen? Oké, daar gaat hij. Hartstikke goed. Dan komt hij weer op zijn knieën. En dan kijkt hij weer even omhoog. En weer even naar zijn navel. En dan maakt hij zich nog even heel erg klein. Nog even wakker worden hoor. Zo liggen, zo heel klein is toch wel heel fijn. Zeg maar uit.
Hé, maar ijsbeer, jij was wakker aan het worden. Dus rol maar eerst weer even op je buik. Gaan we nog een keer. Til zijn kop maar op. Kijk maar even over je ene schouder. En over je andere schouder. En dan kom je terug naar beneden. Plaats je handen en duw jezelf weer op handen en knieën. Breng dan even je neus, je mooie zwarte neus omhoog. En je zwarte neus richting je navel. Maak je rollig, mooi rond. En kom dan weer omhoog. Kijk omhoog. En weer naar je navel. Dan kom je weer de rechte houding. En dan gaan we weer even met dat staartje wiebelen. Dus breng die billen maar omhoog. Dat staartje, dat mooie pluizige staartje. Laat maar zien. Wiebel, wiebel, wiebel. Hartstikke goed. Loop dan die zware poten maar weer naar je handen. En dan rol je jezelf helemaal op tot een grote staande beer. Spreid je klauwen. Oh, goedemorgen zeg. Hallo zon. Zwaai maar weer even naar de zon en maak je zo lang mogelijk. En dan zeggen we nog een keer. Goedemorgen aarde. Klop maar op de aarde. Tik maar. Ik kan niet zo hard, want ik heb onderburen die ik niet zo leuk vind. Maar misschien kan jij wat harder op de vloer tikken. En dan loopt hij zijn poot weer naar achter. Zou hij nog een plas moeten doen? Ik denk het wel. Doe maar eerst je ene been. Psst. En je andere poot. Psst. Zo, dan brengt hij zijn knieën naar omlaag. En dan komt hij eens even zitten. Goedemorgen zeg. Dat was even lekker. Even wakker worden. Maar wat is dat? Het huis van de ijsbeer is kapot. Zijn hol is helemaal verwoest. Oh nee, arme ijsbeer. Hoe moet dat nu? Maar aangezien wij nu allemaal ijsberen zijn, misschien kunnen wij op avontuur en de ijsbeer helpen te zoeken naar een nieuw huis. Ga je mee? Dan gaan we zo meteen eerst eens even rondwandelen. Als een echte ijsbeer. Op zoek te gaan naar een nieuw huis. Kijk maar of je kan lopen als een ijsbeer. Grote passen. En zodat jullie mij kunnen blijven zien, blijf ik hier op mijn mat lopen. Maar jij mag ook een grote ruimte nemen en in een grote stap. Kijk om je heen. Op zoek naar een nieuw huis. Kan je hele grote ijsberenpassen nemen? Kom je ook zwaar en sterk als een ijsbeer? Dat zou ook wel gek voelen, zo door die sneeuw te lopen. Natuurlijk licht. Maar sneeuw. Oh. Wat er toen gebeurde was dat er een sneeuwstorm ontstond. Wow, een hele grote sneeuwstorm. Kijk maar of je weg kan draaien. Wow, oh jee, ik kan bijna weer lopen. Wow. Ik zie bijna niks meer. Wow. Kijk maar weer op de grond. Maar gelukkig is deze ijsbeer niet alleen een ijsbeer, maar ook een yogibeer. En een yogibeer, die heeft ook speciale poses. Namelijk de krijgerposes. Dus kijk maar of je wijd uit elkaar kan staan. Je voorsteen naar voren, je achtersteen iets in en buig dan je voorste knie. En dan breng je de handen naar opzij.
En dan sta je sterk. En dan zeg je ook, ik ben krachtig. Heel goed, zeg nog maar een keer. Ik ben krachtig. En dan draaien we onze handen naar voren. Buigen we nog steeds die voorste been. Nog steeds een krachtige krijgerstand. En hier zeggen we, ik ben moedig. Zeg maar na. Ik ben moedig. Dan doen we ook de andere kant. Dan gaat het andere been naar voren. En die buigt. Brengen we de handen naar opzij. Een mooie krachtige stand. Zeg maar, ik ben krachtig. Super. Nog een keer. Ik ben krachtig. Voel je hoe sterk je bent? En je andere hand komt ook omhoog. Naar voren kijk je dit keer. Je voorste knie is nog steeds gebogen. Voel hoe sterk je staat. En als je valt, kom je gewoon weer opnieuw staan. En zeg dan, ik ben moedig. Ik ben moedig. Super. Maar ja, die sneeuwstorm is nog niet helemaal gaan liggen. Dus de ijsbeer weet nog één plan te wachten totdat de sneeuwstorm voorbij is. En hij maakt zich zo klein mogelijk. Kijk of jij je ook zo klein mogelijk kan maken. En dan zeg je, ik ben kalm. En zucht maar even. Veilig. In je eigen kleine pose. In je eigen kleine rolletje. En dan zeg je, ik ben kalm. Voel dan hoe de sneeuwvlokjes over je heen vallen. En misschien ben je samen en kan je om en om bij elkaar. Dat de een zo licht en dat je kleine sneeuwvlokjes over elkaars rug heen kriebelt. Tik, 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 tik. Dan kun je ook nog ruilen. Dus laat, ik zal het even voordoen bij die kleine ijsbeer. Dus als je met z'n tweeën bent. Met meer gaat één iemand zich helemaal klein maken en dan maak je kleine sneeuwvlokjes. Tik, 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 tik. De sneeuwstorm is gaan liggen. Gelukkig maar. Hé, maar wat is dat? Er is nog een klein beetje sneeuw overgebleven. Misschien heb jij ook thuis een zakdoekje of een stukje wc-papier. En dan maken we daar een klein sneeuwpropje van. Dus als je nog niet hebt, dan ga je even naar de toilet of een zakdoekje pakken. En dan maak je een klein propje. Daar weet de ijsbeer een trucje van. Leg het op je hand. Andere hand ervoor en dan blaas je. Je moet even oefenen. Dus nog een keer. Zachtjes blazen. Voilà. Kijk of je het rustig in je andere hand kan blazen. En als dit te lastig is, kan je ook weer je pot maken en dan kan je hem daarin blazen. Hoepie. En dan weet ik nog een truc met het sneeuwvlokje. Namelijk balanceren. Lastig woord. Dan kan je hem op je hoofd blazen. Dan sta je. Kijk maar of je het sneeuwvlokje kan laten balanceren. Misschien. Hop. Ik moet ook nog oefenen met beide oefeningen, zie je dat? En misschien, als je balanceert, breng je de handen naar de zij, dan kan je wel één been optillen. Even zwaaien met je ene voet. Zo. En als je geen propje hebt, kan je ook deze oefening gewoon zo doen. Ga maar staan en zwaai maar met je andere voet. Kijk dan of je hem van je hoofd in je handen kan laten vallen. Mis. Hartstikke lastig. Maar wel leuk om te blijven oefenen. Hé, maar wat zijn we eigenlijk vergeten? De ijsbeer is aan het spelen met het sneeuw. Maar hij is nog steeds op zoek naar zijn nieuwe huis, een nieuwe hol. Maar wat ziet hij daar? Hij ziet daar water.
En hij denkt dat hij naar de overkant moet zijn. Weet je wat we doen? We maken een boot van onszelf. En dan doe je door je voeten op de grond te plaatsen en je handen naast je. En misschien kan je wel proberen je voeten omhoog te tillen. Maar als dat niet lukt, kan je ze ook op de grond laten. En dan pak je een paddel. En dan peddelen. En peddelen. En peddelen. Ken jij een liedje over varen? Ik wel. En hij gaat als schipper mag ik overvaren. Als je hem kent, doe je mee. Schipper mag ik overvaren, ja of nee? Moet ik dan ook geld betalen, ja of nee? Ja, onder je benen doorklappen. Zullen we 10 keer doen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, we zijn er nog niet. Gaan we nog een keer. Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Moet ik dan ook geld betalen? Ja of nee? Ja, we gaan nu fietsen. Dus kom maar op je rug liggen. En fiets maar. Ha, heb jij dat ooit gezien? Een ijsbeer die fietst? Ik niet. Fiets maar, fiets maar, fiets maar, fiets maar, fiets maar, fiets maar, fiets maar. Zo. Hey, maar ik zie land. De ijsbeer kijkt daar rond. En wat ziet hij? Jawel hoor, hij ziet een hele mooie plek. Een veilige plek waar hij denkt dat zijn huisje niet meer kapot gaat. Hij moet zijn rolletje nog wel even gereed maken, even klaarmaken. Hij is nog niet helemaal af. Dus wat doet hij? Hij gaat op zijn poten staan. Zo, even weer als een ijsbeer staan. En dan begint hij eerst te graven met zijn ene hand. Alle sneeuw aan de kant. Andere kant ook. Doe je mee? Alle sneeuw aan de kant. Zo, en met zijn achterpoten ook. Hier is ene poot. Zo, gooi maar aan de kant. En op de andere kant schop het sneeuw maar aan de kant. Zo. En dan is er nog een manier. Om het holletje extra prettig te maken. Dus wat je doet is je gaat zitten en je pakt je bovenbenen vast. En je maakt die heel klein. En dan ga je rollen. Oei, kijk maar of het lukt. Rol maar. En zo rol je lekker een mooi holletje. Even kijken hoe fijn jouw holletje kan. Kijk maar hoe vaak je in en weer kan rollen. En als het niet in één keer lukt, probeer het gewoon een paar keer. Want van proberen ga je leren. Kijk maar of je kan rollen. Zo. Dat ligt lekker. En dan brengt hij even zijn poot opzij en zijn voet opzij. En dan wiebelt hij en dan schuift hij nog zo even lekker dat sneeuw nog meer aan de kant. Oeh, wat een avontuur. Eindelijk heeft de ijsbeer zijn huis gevonden. En hij is zo moe dat hij lekker wil gaan slapen. Nou, gaan wij mee slapen. Misschien heb je een beer thuis die je lekker bij wil nemen. Een knuffelbeer. Misschien een lekker deken. Pak het er allemaal maar bij. Of een kussen. Zo. Pak jezelf even helemaal lekker in. Oh, ik ben echt moe geworden van dit ijsberenavontuur. Tijd om lekker te slapen. Laat ze maar lekker rusten en lekker liggen. Wat liggen die voetjes lekker in dat nieuwe warme hol. En
En dan die benen helemaal zwaar en moe. De voel je rug helemaal moe is. Laat je rug ook maar lekker liggen, lekker uitrusten. Buik van de beer. Deze mag helemaal zacht worden. Voel maar hoe lekker zacht berenbuikje je hebt. En hoe je deze lekker mag laten liggen. Oh, en de armen en de poten, die hebben ook hard gewerkt. En het gezicht van de beer, de ogen. Dicht. En het gezicht mag lekker uitrusten. En voel dan hoe je hier lekker in je holletje, in je berenhol ligt. Helemaal moe, maar lekker warm ingepakt. Lekker uitrusten. Blijf nog maar heel even lekker liggen. Zucht dan nog een keer diep uit. Hoi, misschien ben je helemaal lui en moe geworden en blijf je nog even lekker extra lang liggen. Misschien rek je jezelf even helemaal uit. En dan zeggen we nog één keer met de handen voor ons hart. Namaste. Dankjewel. Tot de volgende keer.